eens een stopteken geven. Kijk even naar de transparant. Alle inzittenden van de zwarte Volkswagen Golf. Open uw deuren en steek uw handen naar buiten. U ziet, er zijn twee voertuigen waarbij de eerste voertuig het woord voert. En dat het begint met de beide handen naar buiten steken. U bent aangehouden. Er zijn vuurwapens op u gericht. Wat u hier hoort, dat ze zijn aangehouden en dat de vuurwapens op ze zijn gericht, dat is een wettelijke verplichting waaraan wij moeten voldoen. Zij moeten gewaarschuwd zijn dat ze zijn aangehouden en bij iedere verdachte beweging geweld zal worden gebruikt, op wat voor manier dan ook. Bij elke verdachte beweging zal op u geschoten worden. U ziet achter de eerste voertuig het tweede politievoertuig staan. Dat is ook altijd de wijze waarop de uitvaartprocedure plaatsvindt. Dat zijn twee de voertuigen. De collega's uit het eerste voertuig, dat zijn degenen die de mensen naar buiten praten. En de collega's van het tweede voertuig, die houden verder toezicht op alles wat eventueel daarnaast zou kunnen gebeuren. Bestuurder van de Golf, zet met uw rechterhand de motor uit en gooi de autosleutels uit uw auto. Dit is om te voorkomen dat op een of ander onverwacht moment de bestuurder denkt van ja, het zal allemaal los zijn en ik ga ervoor door. Vandaar dat we altijd vragen de motor uitzetten en de sleutels even uit het voertuig te gooien. Bestuurder van de Golf, verlaat uw voertuig! En ja, ook dat. Nou, er wordt geprobeerd om het voertuig te verlaten, uiteraard. Niet daartoe het duidelijkheidsvoordeel afgedaan te worden. Voorwaarts! Naar voren! Omdraaien. Worden er commando's gegeven die moeten worden opgevolgd? Handen spreiden. Knielen. En de gebruikelijke procedure is dat we eerst de bestuurder eruit halen. Als we die in de boeien hebben, dan komt de bijrijder. U wordt nu geboeid. Boeiend. De bijrijder, uitstappen. Er komt nu een collega van het tweede voertuig naar de eerste verdachte. Wat heel belangrijk is, is dat de vuurlijnen, dat zijn zeg maar de richting waarop vuurwapens van ons gericht zijn, dat we die in een veilige richting uiteraard wel richting de verdachte staan, maar niet zodanig dat als er geschoten moet worden, dat we volgens de collega meenemen op het publiek aan de zijkant. Nou, de eerste verdachte wordt nu afgeboeid. Armen spreiden. En de eerste verdachte is geheel onder controle en wordt door het collega van het tweede voertuig naar het voertuig gebracht. Zoals je hoort, zijn we inmiddels bezig met de tweede verdachte, de bijrijder. Ja, dat lijkt wel op. Omdraaien. Armen spreiden, handen spreiden. Handen ook. Knielen. U wordt nu afgeboeid. Zoals u ziet, komt daar een tweede collega uit de tweede voertuig. Die komt naar de verdachte toe om te gaan afboeien. Voor het afvoeren gelden bepaalde regels die in acht moeten nemen. En dat wordt ook enige malen per jaar in het IBT-centrum, in de sociale beroepstraining, wordt dat geoefend. Daar worden we ook ieder jaar zowel de vrijwilligers als de beroepscollega's op afgetoetst.
Nou, de tweede vracht is achter het eerste politievoertuig gebracht. De collega's uit het eerste voertuig gaan nu naar het verdachte voertuig om te kijken of er niet toevallig door iemand bedekt opgesteld tussen de achterbak en de voorspoeler ligt. En ze zullen ook in de achterbak gaan kijken voor eventuele verstopte personen of andere zaken. Je kunt het niet horen, maar de collega's communiceren met elkaar op wat ze zien en of het vrij is. En dat is echt een essentieel onderdeel van de hele procedure. Dat we van elkaar weten wat we doen en wat er wel of niet te zien is. U ziet de collega's staat achter, of dan spreekt u aan het zijn van de achterkant. Om te voorkomen dat er opeens iemand met een wapen in zit en hem door zijn lichaam heen schiet. Nou, zoals u ziet. Krijg ik te horen van de collega's dat de wagen vrij is. Nou, in verband met een gewapende overval zal de auto verder in beslag worden genomen. Waarschijnlijk achter de...